Hoi, ik ben Gloria en ik neem jullie vandaag mee op mijn reis van Deutschland naar Nederland. Have fun! Klaar! Ik was nog even snel bij de bank en nu moet ik nog tanken en dan heb ik nog 3 uurtjes te gaan. Leuk. Tot zo. Zo, ik ga nog een keer tanken en plassen. Zo, klaar. Nu gaan we verder. Nog 1,5 uur, denk ik. Hallo. Ich bin endlich da. Und ich habe einen Rifle für Star Riders. Wusste ich nichts von, aber okay. Goedemorgen. Vandaag is Contest Almere. Zo, iedereen zich druk aan het klaarmaken is. Zoals Mini daar. Lig ik nog in bed. Tuurlijk. Want ik hoef alleen mijn haar te doen. En dan ben ik klaar. Dus we moeten ongeveer, denk ik, 11:50 weg. Ja, 11:50 gaan we weg. En papa heeft een eitje voor je gekookt, dus je moet iets eerder eruit. Oké. Okay. Update, ik ben mijn bed uit en het is nu... 9:50, dus ik ben iets eerder mijn bed uit omdat ik dadelijk moet ontbijten. En ik wou niet gaan ontbijten in mijn pyjama. En Mini is nog steeds bezig met haar make-up. En ik zit een beetje te chillen. Te jammen op High School Musical. Now or never. Oh, nu komt Troy. Carriella. Troy! Oh, nee, wacht. Oh my god, wat duurt het dan? Ah, ik knip het wel eruit. Troy! Oh, ik was een beetje laat. Dus Noah had ons make-up meegenomen. Bedankt Noah. Dansen! Dus wij naar de winkel. Make-up halen. Sigaretten halen. En nu dachten we gaan gezellig met z'n allen eten. Maar we zitten niet. We staan. In de aan het, keuken. Aan het aanrecht. En eitjes gekookt door papa. Dankjewel. Dankjewel. Nou, we zijn onderweg naar Almere. Dancing in the back. En zoals gewoonlijk. Zo'n rechtmatige plek. Nee, maar het enige wat we nog moeten doen is lippenstift. En verder zijn we klaar. Oh yes, Tabitha. Dezelfde tijd gegund. Maar oké, we zijn ietsje te laat weggegaan. Maar Glorite, dat komt wel goed. We zijn in Almere en hier is Ivanka. En laat je niet gek maken, het ziet er heel lekker uit, maar het is echt super koud. Dus, yes.
onderweg naar de stretch. We zijn nu klaar met de stretch. Roy is ziek, dus Danielle heeft de stretch gedaan. Kijk, daar loopt mama. En we gaan nu de voorbereiding in, dus we gaan even speechen. En dan equipment warming up en dan is onze eerste show alweer. Nou, onze show is klaar. Ik ga nu richting de junior. We hadden wel een goede show. Een behouden show volgens de staf. Maar verder ging het wel goed. Ik had persoonlijk een hele goede show, dus dat scheelt. Maar we mogen vanavond nog een keer, dus dat komt vast wel goed. Ja, ik ga nu naar de junior. Die zijn nu even muziek aan het luisteren en daarna gaan ze de warming up in. Dus dat zal ik wel een beetje voor jullie filmen. En zo, even afgeleid door mijn make-up. Kan ik hier langs? Oh. Ik wacht wel even. Hoe was je show? Hoe was je show? Goed. Goed. Nou, wij staan bij onze kindjes. Daar. Ik heb gehoord dat ze een hele goede training hebben gehad. Dus ik denk dat het wel goed gaat. Zij hebben één optreden vandaag, wij twee. Dus we gaan even knallen. Ik weet nou, ik heb hier echt dikke puist. Je hebt hier iets. Oudsaar. Nou, bedankt. Leuk voor de vlog ook. Ja. En door en. Keurig. Dus Karin vroeg net of ik eventjes wilde rennen naar de scores. En wij hebben, wat zei ik nou? 84. En de Pride heeft 75 rood. Dus wij zitten in de 80. Yay! Nou, de junior is klaar met de warming-up. We staan nu achter het. Te wachten tot we naar binnen mogen gaan. En dan mogen ze lekker showtje doen. Zin in. Ze zijn wel een beetje druk, maar het komt wel goed. Inmiddels onderweg naar eten. En we zitten in de auto bij JB! Maar goed, het gaat heel goed, die twee daarvoor in. Ivanka en JB. Want die kunnen echt goed communiceren met elkaar. In het Fries. Hey Glor. Joehoe! Rechtuut. Hoorden jullie dat? Deze sprake is... totaal gek, niet normaal. En niet normaal. Pardon, doe normaal. Doe normaal. Snackbar De Heerlijkheid. Dus al mijn abonnees, ga daar lekker eten. Want het is hier lekker. Oh ja, want je hebt ook veel abonnees. Kijk, goed bezig. Folders zijn mee. Stem op Yvette. Ondanks dat Ivanka zo aan het klagen was, hebben we al best wel snel ons eten. Ik heb patat oorlog ui. Gloria heeft een kaassoufflé en patat met mayo en ketchup, maar die is er nog niet. Ivanka heeft... oorlog zonder ui. Oorlog zonder ui, dus dat is eigenlijk helemaal geen oorlog. En JB, die preetzak, die heeft een hele hamburger en ook nog patat oorlog. Oh ja, en ik heb nog een milkshake banaan. In de auto met JB en Yves, deel 2. We'll be right back.
JB heeft nog steeds geen ongeluk gemaakt. Deze posters hangen al de hele dag door het chips. Je staat in shot. Maar Kim komt er nu pas achter. Hele ben ik, zegt ze. Ja, en ik ben dus een foto aan het maken, maar jij bent weer Sorry, ik was even aan de vlog. Dus Gloria en ik hebben het al de hele dag super koud. En hier is een verwarming. En toen heeft Gloria hem stiekem aangezet. En binnen 2 minuten was hij warm. 5. Oh, op zijn hoogst. We hebben alweer bijna een showtje, maar daarvoor zijn wij even roken met Deutsche Leute. En Gordy is hier. Mijn Riese. Ik hoor. Dus wij zijn nu allemaal, kijk, bijna ready om weer te stretchen met Daan. Roy is nog steeds ziek. Beterschap, Ro. En daarna gaat Berend speechen in plaats van ik. Dat vind ik wel lekker. Dan kan ik weer even luisteren een keer. En dat was het. Ik heb verder niet zoveel te zeggen. Vanavond gaat Berend weer speechen. I'm ready. Ja? Ga je niet te veel hoesten? Jawel. Oh, neem je water erbij, hè? Heel zoveel doen. Ah. Ja. Nee, maar de stretch ging lekker met Daan. En we gaan nu naar de kleedkamer. En dan gaat Berend weer lekker speechen. En dan hebben we show, retreat, het gebruikelijke. Operatie touw om been. Kom mama. De show was vet lekker. Ik had alleen wel een drop. Ik ook. Maar al met al was het echt een super lekkere show. Lou, hoe ging jouw show? Dus we gaan nu naar de retreat. Ik heb even snel lekker gerookt. En hoe was jullie show? Lekker! En Willem ging eindelijk een keer niet meer boos kijken naar mij, het eindvlaggenblok. Ze was zo gelukkig, ik werd er helemaal gelukkig van. Maar ik had een soort van nieuw momentje met Ashley en ze vergat me gewoon. En vanmiddag was dat wel beter. Dus het is, Nou Ashley. Waar is Ashley? Die is hier. Daar. Niet meer je momentje vergeten met Laurien. Deed pijn. Ja, snap ik. Meerte, wil jij even vertellen waarom je die lach niet meer van je gezicht krijgt? Ik had een supergoeie rug. Yes, Meerte. Onderweg naar de retreat, doe je in stijl. Dat doe je in stijl. Wat is het rustig hier? Ja, wat doen wij? Oké, waar is ons team? Hey, Eklans! Open klas! Ik heb geen idee waar we moeten staan. Niet aan mij vragen! Daar staan ze. Oh. Ik wou net zeggen, iedereen vraagt aan mij, maar ik ben echt de verkeerde captain om het te vragen. We zijn er! Hebben jullie echt lang gestopt? Ja, kijk, we gaan allemaal over. Ik ben gelopen met mensen. Tosca. Nog een keer. Tosca. Wat? Tosca. Wat? Tosca. Wat? Je bent eindelijk een keer op tijd. Yes, en ik heb zelfs gerookt. Nou. Dat knip je eruit. Nee? Ja. Nee. Tosca is vandaag heel erg kinderachtig. Nou, Lulu wilde mij geen snoep geven. Lulu wilde mij geen snoep geven. De Pride is echt, ze eet alles op. Ze zijn er eentje. Oh, ja. Een one-man show. Een one-man show. Koekoe.
Naar Mayflower om een drankje te doen. En misschien film ik dat nog. Dus tot zo. Wij zijn nu bij Mayflower in het hotel. En ik heb bij Gloria ook. En we gaan ons WGI afsluiten. Goedemiddag. Het is inmiddels bijna 3 uur. En gisteren heb ik nog gevlogd dat we bij Mayflower waren. En daarna heb ik eigenlijk helemaal niks meer gestuurd. Ik was de Bob. Gloria had 3 wijntjes op. En toen was ze al een beetje dronken. Maar ja, dit was ons weekend WGI. Vond je deze video leuk? Like. Abonneer. En laat even een reactie achter. En ja, blijf stemmen op Yvette ook. Want ze is helaas niet door deze ronde gekomen. Maar dat houdt wel in dat ze bij de andere rondes gewoon mee blijft doen. Dus blijf stemmen op Yvette. Tot volgende week. Doei. Doei.